Kijk wat ik trouwens mee heb genomen. Het stemformulier. Ja, ik heb het al ook binnenkort binnengekregen. Kandidatenlijsten, je staat er goed op. Ja, ik sta ergens, ik weet niet, ik ben een lijstduwer bij... Ja. Uh... Wat, een, wat een ding zeg, moet je kijken hoe groot. Ja, loopt dit ding al of niet? Ja, het doet het al. Ja, het is een idiote lijst natuurlijk, je moet echt lang zoeken. En bovendien er, zullen de meeste ouderen een goede leesbril mee moeten nemen. Je om te zien wat er precies op staat. Dus zoals de krant vroeger was. Ja, zoiets. Daar komt het op neer. Het wordt groter en groter. Ja. Nee, Martin... Dan komt dat al die lijsten compleet moeten worden afgedrukt. Dat wat dat... me wel opvalt, is sommige mensen hebben hele lange lijsten. Zonder dat, dat die allemaal gekozen kunnen worden. En sommigen hebben hele korte lijstjes. Ja. Wat mij eigenlijk in allerlei opzichten een stuk efficiënter lijkt. Maar goed, zo is het. Ja, we hadden ook een aardige brief van de mevrouw. Die zijn van ja, die waterschappen moet je eigenlijk niet politiseren. Want dat levert niks op. Ik denk dat daar wel iets in zit, eerlijk gezegd. Maar goed, het is gepolitiseerd. Je zou eens moeten uitzoeken of het effectiever is. En wat de nadelen zijn van de politisering. En wat de voordelen zouden kunnen zijn. Dat lijkt me wel. Omdat er natuurlijk heel vroeger wel helemaal geen verkiezingen voor waterschappen gehouden. Zijn. Hoe functioneerden ze ook per slot van rekening? Ja, ik begrijp ook dat bij een waterschap er is een deel is een gekozen bestuurder en een ja. deel is een benoemde bestuurder. Ja, zo is het, ja. En ik neem aan dat de benoemden in het algemeen mensen zijn die er echt verstand van hebben. Ja. En de vrienden van jou. Maar het kan zijn natuurlijk dat, laten we zeggen, dat het wel wat helft politiek gesproken. Ja. En dan zie ik Maarten van Rossum staat bij, dus je hebt bovenaan het formulier heb je dus de, voor de provinciale staat. En daaronder staat dan, in dit geval voor onze streek, uh, algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap, de Stichtse Rijnlanden. Ah. En dan staat van Rossum lijst 5, he, nummer 30, helemaal onderaan. Ja. En van Rossum, inderdaad. Zo is het, ja. Niet dat dat enige effect zal sorteren, neem ik aan. Ik kan me niet voorstellen dat iemand met dit papier in de hand zegt: zeg, wat zie ik nou toch? <laughs> Dat die, dat die Van Rossum die, die is lijst duwen bij uh, de waterschapsverkiezingen voor de Partij van Arbeid. Nou, dat, dat, dat is bekend dat hij. Ja, hij kan lijkt nauwelijks zwemmen, maar toch laten we hem <laughs> op die lijst stemmen. Maar ja, ze hebben het gevraagd en het, het was een beetje in, 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 in het kader van mijn. Uh, nou ja, ik, ik wou naar Rutte 2 niets meer met de Partij van Arbeid te maken hebben. En. Toen is met name lokaal gezegd: Weet je niet wel wat doen? En je kunt dan niet eeuwig boos blijven. En uh, laten we wel wezen: hier zijn het allemaal jonge en enthousiaste mensen. Dus nou ja, vandaar. Maar waarom dan niet bij de provincie? Ja, daar is me niet gevraagd, dus dat heb ik ook niet gedaan. Oké, okay, maar dat zijn dus twee afgescheiden dingetjes. Dus? Ja, kijk, organisatorisch uh, zijn dat twee dingen door elkaar heen. Oké. Okay, okay. Nee, zijn dat twee verschillende zaken. Ja, want daar zie ik dat Adriani, Michiel Adriani is daar de lijst Ah, kijk ja. Uh, ken je die? Nee, die ken ik niet. Oké, okay, en Hans nee. Adriani is de lijsttrekker, dus misschien zijn nee, er familie. Nee, de Partij van de Arbeid heeft die. Ik ben nog steeds lid van die partij, dat is ook een andere wonderlijke paradox natuurlijk. Ik, ik worstel daar wel een beetje mee. Kijk eens, in, ik ben in principe een sociaaldemocraat. Dat, dat zie ik als een heel principieel politiek standpunt. Een de democratie is geen klap voor de neus waard. Niet waar is geen klap waard, wanneer er, er ook niet een sociale context is waarin die democratie kan functioneren, wanneer de ongelijkheden in die samenleving niet al te groot zijn en wanneer de mensen in die samenleving door hun overheid op een fatsoenlijke, sociaal verantwoorde manier geholpen worden. Hmm. Daar hebben we het vaak over. Daar wil ik zo ook nog wel iets over zeggen naar aanleiding van die brief. Van de, van de Rutte-uitzetters, zal ik nou maar even zeggen. Die in Italië zit. Ja, die bleek wel in Italië te zitten. Waardoor ik denk dat veel Nederlandse zaken wel een beetje de ver van zijn bedshow zijn. Maar goed. <laughs> ja, ik ben sociaaldemocraat. Mijn probleem was dat de partij, de sociaaldemocratische partij, de Partij van de Arbeid. Dat die in het kabinet Rutte II zijn hele handel verraaien heeft. Niet waar. Een, een beleid heeft gevoerd wat wat grote schade heeft aangericht ook in sociaal opzicht. En dat die partij zich heeft laten betrekken bij allerlei operaties die de VVD misschien geweldig vond, maar die voor de Nederlandse samenleving, had als mijn zin buitengewoon schadelijk zijn geweest. Mm -hmm. Maar daar moet je misschien niet te veel aan blijven hangen, want dat is natuurlijk nu jaren geleden. Nee, nee precies. En dat is ook de argumentatie van hier de lokale partijen. Of ja, je kunt niet eeuwig boos blijven en... We hebben nu een maar hele goed, mooie lijstje. Wie, wie, wie vertegenwoordigt dan de sociaaldemocratie? Nou ja, ik, ik blijf geschokt over Rutte 2. Dat, dat zal nooit meer overgaan. Ja, kom je in een, in een regering, hè? Met, die, met, dat, met al die belachelijke spierballen formatie. Nou ja, en, en dan doe je dat. Maar ik, ik vind nu, althans, dat, dat, dat is een zaak die ik van wel van urgentie vind. Laten al die kleine linkse nou eens ophouden met uit te leggen hoe verschillend ze wel niet van elkaar zijn, maar samenwerken. We de dus ik op ben op. wel bereid bij deze gelegenheid op de combi van GroenLinks en de Partij van de Arbeid te stemmen. Maar laten ze daar nou ook iets van maken. En laten ze ook proberen met de SP iets te doen, die, die zich nota afzet tegen die samenwerking. Daar houdt het bij mij al helemaal op, Niet waar, niet waar Dit zijn toch een beetje. Uh, de communisten die onder uh, in Stalins leiding uh, beweerden dat de sociale democratie in Duitsland erger was dan de nazi's. Dit, nou, het is misschien een beetje een overtrokken parallel, maar ik vind dit echt zo de paard achter de wagen Je hebt Laurens Dassen en, gesproken. Die, wat zei die hierover? Waarom die, doet hij niet mee met de linkse wolk? Ja, hij vindt toch dat zijn, zijn profiel en ook met name die, uh, laten we zeggen die Europese betrokkenheid van een zodanige aard is. Dat hij daar geen zin in heeft. Of dat hij misschien denkt: veel mensen zijn wel bereid op mij te stemmen. Bijvoorbeeld mensen die teleurgesteld zijn in D66 of zelfs in de VVD. Dat is ook een mogelijkheid. En die zou ik misschien verliezen wanneer ik wat hechter zou samenwerken met een linksblok. Terwijl ik zou zeggen: nou, dat hoeft voor mij niet zo te zijn. Het is zaak dat je op de punten, dat het er werkelijk op aankomt, dat je meedoet aan de beleidsbepaling. Daar, daar, daar gaat het om. Niet, niet of je fijn gelijk hebt en, en ethisch verantwoord in de Kamer zit, dat kan me eigenlijk niet zo heel verschillen. Het gaat uiteindelijk om het landsbestuur. En dat heeft er niet veel van terechtgebracht in de afgelopen twintig jaar. Dus het is zaak dat we op dat punt ook de koers verleggen. En een aantal zaken heel anders aan gaan pakken. Je hebt de peilingen gezien, hè? daar hebben we van de week even samen naar zitten ja. kijken. Uh, de GroenLinks-PvdA-combinatie doet het goed met Ja, die doet het heel behoorlijk. VVD 15. Hoewel ze overal verschillend op die lijsten staan, als ik het wel heb. Ja, maar het telt uiteindelijk wat ze samen hebben. Ja, oké. Okay. Laten, laten we hopen dat dit effect uh, inderdaad zodanig is. Dat, dat ook die dierenpartij. Ik bedoel, die, die hoe heet het, sympathieke gezelschap nou. Eh, van mevrouw hand die weer terug is. Laat hij zich daar ook bij aansluiten. Zo verschillend zijn die standpunten niet. Eh, dit is toch allemaal de politiek van het kleine verschil. Eh, waar, waarbij het kleine verschil eigenlijk een veel ernstiger zaak blijkt te zijn dan, dan de grote basisvraagstukken van onze samenleving. Dat mm. was in de studentenpolitiek ook. Het ging ook altijd over het kleine verschil. Eh, het ging niet over structurele basisgegevens. Maar over allerlei slap gelul. Ik zwijg nog van, niet waar de, de, de persoonlijke het persoonlijke aspect van politiek, waar je sowieso niet te veel op moet letten. Wat me trouwens bij die peilingen opviel, is dat D66 kleiner wordt. Dus de, waarschijnlijk... ja, ja, je zit in de regering. Je weet, als je in de regering zit, met de uitzondering van de VVD, word je kleiner. Het is altijd een offer. Meeregeren met de VVD is een offer. Ja, of je kunt zeggen, de linkse D66 stemmer gaat ook naar GroenLinks P Nou, dat is... zou kunnen. Dat zou kunnen, omdat daar natuurlijk wel een zekere overlap is. Ik heb landelijk D66 gestemd om redenen die ik helder heb uitgelegd, hoop ik. En ik zou nu bij een provinciale staat op die combi stemmen. Ja, hmm. dat moet wel waargemaakt worden nu. Maar goed, we hebben van de week een, een vriendin van jou gesproken die zegt, achter de schermen zijn allemaal contracten getekend tussen PvdA en GroenLinks, waardoor ze dus ook echt die samenwerking. Ja, nou, aangaan. precies, laten we dat dan doen en laten ze ook proberen om die samenwerking nog meer vorm te geven door andere potentieel of in feite linkse partijen daarbij te betrekken. Hmm. Nogmaals, ik ben geen liefhebber van de politiek van het kleine verschil. Maar eerst moeten ze winnen. Dus eerst ja, moet jij... dan moeten we wel natuurlijk scoren. Dus het moet duidelijk zijn dat de samenwerking iets oplevert. Yeah.